10 dagen lang kon men in Gids genieten van een prachtige Madeliefjeshow in de maand juni. Alain en Noël spelen de mooiste liedjes. Clown Argo zorgde voor zang met een lach en een traan. We zagen haar slagenzanger Steve Tillens met zijn debuutalbum Een Droom. En de jarige van die dag, 20 jaar in het vak, Luc Steno. Belsum Alain Studios waren erbij. Iets speciaal op jouw verjaardag mogen werken? Wel, normaal gezien gebeurt dat bijna nooit. Maar ik moet zeggen, het was een stampvolle zaal vandaag. En ik vond het eigenlijk wel heel gezellig. Het is de allereerste keer in mijn leven dat ik mijn verjaardag vier met zoveel mensen. Want meestal is dat in familiekring en heel, heel intiem en gezellig. En een glaasje drinken en een hapje eten. Maar ik vond het heel plezant, ja. Maar de Liefjeshow, ja, het is een traditie al vele jaren voor jou, Luc? Ik kom hier nu al een jaar of 8, 9 of 10 misschien, ik weet het niet. Maar ik ken de familie Koenen en dochter Carmen tamelijk goed, ja. Ooit zal ik die tijd vergeten. Nee, ik kan niet zonder jou, jij bent. Het was een gezellig samenzijn met Alain, met Noël, Clown Argo, Steve Tillens. Waar jij vooral Griekenland mooi vindt van hem? Ja, hij zit bij mij in de kleedkamer. En ik moet zeggen, dus die 10 dagen dat we hier geweest hebben, heeft hem dat liedje gezongen. En dat is een van de liedjes die mij het meest blijft, bij mij het meest blijft hangen. Griekenland. En ik heb hem daar juist ook gezegd van, je moet dat uitbrengen, want de zomer komt er nu aan. Dus dat liedje kan je niet uitbrengen in de winter, in december of in januari of februari. Want dat heeft een echt typische Griekse sfeer, de zon, de zee, het strand en dat straalt dat uit. En, maar ik vind het zeer sterk. Meer dan een jaar waren wij bij elkaar. Jij was elke dag bij mij. U hebt zelf ook een nieuwe single. We konden het vandaag voor de allereerste keer horen. Heel mooi nummer ook. Wel, het is een typisch slagerliedje. Het is een ambiance nummer. Jij bent als de zon. En als je dat zingt naar een vrouw toe en je kijkt in haar ogen, dan smelt die natuurlijk. Hè. Het wordt een hele drukke zomer voor jou. Deze maand was bijzonder druk voor mij. En juli is zeer druk. Augustus is ietsje minder. September wordt heel druk en oktober is de drukste maand van het jaar voor mij. Ik denk dat ik in oktober in totaal een 25 optredens heb op één maand tijd. Dus voor mij is dat, ik ben 36 geworden, is dat voor mij een beetje hard en zwaar. Maar ik zal er wel door geraken. U hebt een nieuw liedje opgenomen met Willy Sommers en Lisa terug? Ja, we zijn terug in de studio gekropen, omdat dat was ondertussen al een vijftal, zestal jaren geleden dat wij nog iets nieuws hadden opgenomen. We hebben toen een album opgenomen met de mooiste duetten en meer. Dus samen met Lisa en Willy Sommers. Lisa Delbo en Willy Sommers. En we zijn, ik denk een maand of 2, 3 geleden terug in de studio gekropen. En hebben we een zeer catchy, commercieel, heel sterk nummer opgenomen. En dat komt uit, ik weet niet, ergens na de zomer, wanneer zowel Willy als ik zelf onze solo-single hebben uitgebracht, zal dat nummer uitkomen, ik denk ergens eind oktober of zo. Want elke vrouw is apart, wie en voor altijd een plaats in de liefde van die jaar. Het ziet er mooi uit en je gaat vanavond nog vieren. Maar ik blijf hier nog even plakken, omdat er nog een paar een heel grote groep fans zijn die waarschijnlijk nog een glaasje met mij willen drinken. En dan rijd ik naar huis, dan trek ik mij een fles champagne af en dan kruip ik in mijn bed. Volgend jaar ben je terug in mei? Normaal gezien wel. Oh.